Heel eerlijk gezegd, ik word hier al helemaal warm van. Ik heb er helemaal zin in. Ik kreeg helemaal gewoon zin om dit aan te gaan. Ja, heel erg leuk. In de gloria! Wij zijn nu geparkeerd in... Zoetermeer! Zoetermeer. En wij gaan onze eerste zwangerschapscursus samen doen. En dat doen wij in Zoetermeer bij Lois. Ze heeft ook een verloskundige praktijk. Volgens mij de oerkracht. Dus dat zegt al genoeg, de oerkracht. En ik ben heel benieuwd, zwangerschapscursus. Dus wat verwacht jij? Nou, ik vind het heel leuk. Ik ben heel benieuwd wat ze allemaal gaan zeggen en wat we moeten doen. Dus kom goed. Ja, ik ben ook benieuwd. Nou, ja. Let's go. We zijn er! Oerkracht! Ik ben zo erg benieuwd. Ik heb er helemaal zin in. Wij zijn hier net klaar bij Lois in de praktijk. En we hebben net de cursus gedaan. Ja. En ik heb er heel veel over bevallen gepraat. Ja, en ik heb er eigenlijk alleen maar zin in. Nog meer zin dan dat ik al had. Ja, je gaat het rocken, echt waar. Ik hoop het. Giel, hoe vond jij het? Geweldig. Ja, leuk hè? Ja. Dus echt zeker wel een aanrader. Nou, we rijden dus net weg van Lois. En Jessica. Jessica is haar partner en die gaat bij ons de geboortefotografie doen. Want we hebben gekozen voor een fotograaf bij onze geboorte. Dus Jessica maakt onze foto's en nu heeft Lois dus ons informatie gegeven over de bevalling. En eigenlijk, we mochten alles vragen en alles kwam ter sprake over hoe, wat, waar. En het was zo... Nou, ik kreeg helemaal... Ik weet niet of jij dat ook al schat, maar ik kreeg helemaal gewoon zin om dit aan te gaan. Ja, heel erg leuk. Toch? Echt heel leuk, ja. Echt heel raar, want... Ja. Heel veel vrouwen zijn natuurlijk wel een beetje bang voor een bevalling. Maar ik heb dat dus totaal niet. Nou, en nu al helemaal niet. Ik heb er gewoon heel veel zin in om te gaan bevallen. En welke opties je allemaal hebt. En ja, ik weet niet. Ik kreeg een heel fijn gevoel bij Lois. Ja. Dus dat en ze heet ook de oerkracht. Dus echt de oerkracht van de vrouw. En ik geloof daar wel heel erg in. Dus ik ben helemaal prepared. Ik voel me helemaal ready to go. Jij ook? Ja, heel leuk. Heb je er zin in? Ja, wel toch? Heel veel zin. Kan je niet wachten om je zoon te ontmoeten? Nee, je tweede zoon? Dat is heel leuk. Ja, echt leuk. Wij zijn aangekomen op deze prachtige... Ik vind het een prachtige... Jezus, locatie van... Prachtelijk? Wij zijn aangekomen op deze prachtige locatie. Kijk hoe mooi met die kerk. Bij Kindercompagnie. Dus we gaan even kijken in de winkel. Het is een super grote XXL winkel. Dus ik heb er helemaal zin in. Dit winkeltje zit dus tussen Os en Den Bosch in Lithooien. En ik zeg winkeltje, maar het is volgens mij 5000 vierkante meter. En ze hebben echt alles. Ik vind dit zo'n schommelstoel van Teddy. En dan met je buik. Ja, dit lijkt me zo chill. Deze wil ik denk ik sowieso. En ze hebben kinderkleertjes. En ja, heel eerlijk gezegd, ik word hier al helemaal warm van. Wij hebben in onze kamer hebben wij vooral zwart. Dus wij hebben gekozen voor die. Dus even kijken hoe die heet. Wij hebben gekozen voor de Kindercompagnie Box KC Fiep. Box met laden in het zwart. Hier staat ons wiegje, volgens mij in de kleur die we hebben gekozen. Dit is een beetje taupe. Achtig, grijsachtig. Volgens mij is dat onze kleur. Een hele goede middag is het al. Het is zondag en zoals een zondag hoort te zijn. Het weer is fantastisch. We zijn een heerlijke wandeling aan het maken. Ik heb dit weekend echt heel rustig aan gedaan. Omdat ik toch wel merk dat het allemaal wel wat zwaarder wordt. En daarom dacht ik, ga dit weekend echt lekker rustig aan doen. Mijn ouders zijn gekomen, die hebben geholpen met opruimen en reorganiseren van het huis. En nu zijn we echt heerlijk even aan het wandelen met de hond. En
dan gaan we dadelijk lekker afsluiten met een lunch. En dan ga ik vanavond nog uit eten. Voor de verjaardag van mijn beste vriend. En dan is de zondag, dus de week alweer om eigenlijk. Toch, Tiga? Kom maar. Heerlijke zondagavond. En we zijn de verjaardag van Jasper nog even aan het vieren. Want die werd 36. Ja. Nee, hoe oud werd je eigenlijk? Wacht, 27. 23. Nee, je bent gaan liggen. Heerlijk bij Loetje. Nou, smakelijk eten, jongens. Smakelijk, schatje. Wij zitten dus heerlijk bij Loetje te eten. Hou eens op met dat gefilm, joh. Nee, maar ik moet even wat kwijt. Dus ze zijn heel lief voor ons, toch? Ja. En een grote fristie en extra satésaus of pindasaus, hoe je het ook kan noemen. Ja. Maar wacht even, wacht. Dus ik bestel een salted caramel koffie, want daar heb ik zin in. Ja. Maar dat is op. Is op. Dus toen zei ik, doe er maar een extra koekje bij. Mm-hmm. In de hoop dat het een zandkoekje is. Ja. Krijg ik super lief. Dus een bak vol met Noga. Maar het enige wat ik niet lust is Noga. Oh mijn god, kijk. Een hele kom en hier ook nog. Maar goed, dan stoppen we maar een paar in de tas. We doen het zo, hè? Zo is het. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hier voor de piep, hoera! Gefeliciteerd, Jasper! Dankjewel, jammer! Wij zitten nu in de auto, want we gaan naar de 30 weken echo. De allerspannendste. Ja, vind je dat de allerspannendste? Ja, dat is wel heel leuk. Gaan we veel meer zien, toch? Ja, we gaan veel meer zien en volgens mij gaan ze kijken hoe het kindje ligt in de buik en of er vruchtwater genoeg is en zo. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ik weet eigenlijk niet helemaal precies wat ze gaan doen. Maar ik zal jullie op de hoogte houden en dan na de tijd vertellen hoe het is gegaan. Ja. Met de baby belly. Hij is flink aan het groeien, hè? Ja, heel goed. Heel blij. Ik heb er zin in. Leuk. Wij komen net van de verloskundige en ik heb een klein prikje moeten laten maken in mijn vinger. Voor mijn ijzer te laten meten, maar dat was allemaal goed. Want ik voelde me af en toe een beetje dizzy. Maar mijn ijzer was alles goed mee, dus daar ligt het niet aan, zeggen ze. En de 30 weken echo, ja, was ook allemaal goed. Het kindje groeit super goed, alles was netjes. Dus ja, ik kan niet wachten tot januari, laat maar komen. Een hele goede avond allemaal. Ik sta even in mijn kledingkast. Want ik heb me even omgekleed. Mijn buikje is helemaal vrij nu. Ik heb even een sporttop aangedaan. Want Jennifer is onderweg. En Jennifer is van Pret Echo Little One. En ze heeft bij ons de geslachtsbepaling gedaan. Met volgens mij 12 weken plus 4, 5 dagen. En dat was voor de zomer alweer. Gewoon bij ons thuis. Lekker op de bank. En nu hebben we bij haar onze eerste 3D echo geboekt. En ik zag ook dat je hem van 3D naar 6D kon laten maken bij haar. En dan zie je op haar Instagram, zie je echt van 3D een fotootje gemaakt naar 6D, dus een soort tekening, naar een echte babyfoto. Dat lijkt zo sprekend. Dus Giel en ik zijn een beetje zenuwachtig voor de 3D echo, omdat we gewoon heel benieuwd zijn hoe onze zoon eruit ziet. Dus ja, dat gaan we nu doen en ik hou jullie op de hoogte. Ze is als het goed is nu onderweg, dus ik ben heel benieuwd. Zo, een lekkere klodder. We gaan beginnen met de 3D-echo bij ons thuis. Giel, wat vind je ervan? Mooi, schat. Op wie lijkt die? Heel mooi, heel erg op mij. Klopt dat, Jennifer? Zeker, kapietje van papa. Oh-oh. 9 maanden gedragen en dan lijkt die op papa. Ja. En dan neemt ze dus ook een printertje mee. Kijk eens. En dan wordt gewoon op locatie ook geprint. Yes. Heerlijk.